Op sociale media komen sinds maandagochtend signalen over mogelijke rellen in het centrum van Nijmegen. Onder meer in besloten groepen van berichtendienst Telegram gaat het over het plunderen van winkels. Ondernemers namen maandag alvast hun maatregelen. Terrassen op de Grote Markt zijn zoveel mogelijk leeggemaakt. Ook op plein 44 bereiden winkeliers zich voor op de mogelijke onlusten. Zondagavond waren er ook al rellen op verschillende andere plaatsen in Nederland, die ontstonden rond demonstraties tegen de coronamaatregelen.